Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Welkom bij de tentoonstelling Een Graf in de Wolken over het gedicht Todesvogel van Paul Celan. Paul Celan is een van de belangrijkste dichters van de 20e eeuw. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog schreef hij Todesvogel, Fuga van de Dood. Dat wordt gezien als de ultieme artistieke uitdrukking van de Holocaust. Het gedicht werd wereldberoemd en is in meer dan 40 talen vertaald. Deze tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met Paul Sars, hoogleraar germanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en kunstenares Helly Oesterreicher. Paul Celan werd op 23 november 1920 geboren in de stad Chernovitz, die toen in Roemenië lag en nu in Oekraïne. Zijn ouders maakten daar deel uit van een grote Duitsstalige Joodse gemeenschap. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Celans beide ouders door de nazi's vermoord in concentratiekampen. Hij zelf overleefde verschillende werkkampen. In 1944 keerde hij terug naar Chernovitz, waar hij hoorde over de concentratiekampen en de massale vernietiging van de Joden. Rond die tijd schreef hij een eerste schets van Todesvogel. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends. Na de oorlog emigreerde hij en vestigde zich in 1948 in Parijs. In 1952 publiceerde Celan zijn eerste officiële bundel met daarin het gedicht Todesvogel. Daarna zou hij nog 6 bundels publiceren. Celan werd als vernieuwend dichter veel geroemd en onderscheiden, maar voelde zich toch onbegrepen en miskend. Hij leed ook aan depressies, waarvoor hij in psychiatrische klinieken werd behandeld. Eind april 1970 maakte Celan een einde aan zijn leven door zich te verdrinken in de Seine. Speciaal voor de tentoonstelling maakte Helly Oesterreicher een presentatie voor Celans originele typoscript van Todesvogel. Dit typoscript is een van de 3 bestaande versies van het gedicht die door Paul Celan zelf op de typemachine zijn geschreven. Hij schonk het in augustus 1949 in Parijs aan de Nederlandse verzetstrijdster Diet Kloos Barendrecht, met wie hij een korte tijd een liefdesrelatie had. In de tentoonstelling wordt Todesvogel uitgebreid geanalyseerd. Op de wand achter mij wordt er uitleg gegeven over de verschillende elementen uit het gedicht. Ik ga in op een aantal van de belangrijkste interpretaties. Todesfuge. Een fuga is een compositie waarin een basismelodie in verschillende toonhoogtes herhaald wordt. In het gedicht komen ook veel herhalingen voor, in kleine variaties. Fuga betekent vlucht. Misschien gaat het gedicht ook over een vlucht van of naar de dood. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Celan heeft altijd benadrukt dat zijn gedicht, dat gaat over Joodse gevangenen en Duitse bewakers, gebaseerd is op feitelijkheden. In sommige werkkampen waar hij gevangen had gezeten, dronken de gevangenen noodgedwongen uit waterbakken of sloten. Dat water zou letterlijk zwart geweest kunnen zijn. Je schaufelt een graf in de lüften, daar ligt man niet eng. Todesvogel is een graf en een grafschrift. Ook mijn moeder heeft alleen dit graf, zei Celan. Bij het schrijven van het gedicht wist hij al dat de nazi's hun slachtoffers massaal verbrand hadden. Dein goldenes haar, Margarete, dein aschenes haar, Sulamit. Margarete is de blonde Duitse vrouw aan wie de kampcommandant een liefdesbrief schrijft. Zij staat in het gedicht tegenover de donkere Joodse Shulamit met het asgrijze verbrande haar. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. In sommige kampen moesten de bewakers aangesproken worden met Meister. De nazi's zouden vanwege hun perfectionisme en efficiëntie ook wel omschreven kunnen worden als meesterdoders. Todesvogel is een inspiratie geweest voor uiteenlopende kunstenaars en componisten. Sommigen reageerden op het hele gedicht, anderen op een enkele regel of woord. De Duitse kunstenaar Anselm Kiefer maakte vanaf de vroege jaren 80 vele schilderijen geïnspireerd op Todesvogel.
In zijn ogen had Duitsland met het vermoorden van zijn Joodse inwoners zichzelf en zijn beschaving verminkt. In een poging Duitsland te helen, bracht hij Margarethe en Shulamit met deze kunstwerken samen. Deze foto is door de tante van Helly Oesterreicher, fotograaf Maria Austria, in 1944 genomen vanuit het raam van haar onderduikadres aan de Vondelstraat. De bezoeker van deze tentoonstelling ziet zichzelf via de reflectie in het glas terug in bezet Amsterdam. Oesterreicher heeft zo een relatie willen leggen tussen dat wat beschreven wordt in Todesvroegen en de Holocaust zoals die plaatsvond in Amsterdam. De Duitse punkrockband Slime verwees in dit antiracisme-lied naar Paul Celan en Todesvroegen. Maxime Chaligin schreef voor Maya Friedman een stuk voor cello en zang. Het laatste deel is gezet op de tekst van Todesvroegen. Dit kunstwerk van Joseph Semach bestaat uit 72 collages. Het kalkpapier met tekeningen die verwijzen naar het gedicht van Paul Celan is met witte draden genaaid aan bladmuziek van Johann Sebastian Bach, die bekend staat om zijn vele fuga's. Een aantal van de tekeningen wordt gepresenteerd in een kist. In Todesvroegen plaatst Celan het blonde haar van Margarethe tegenover het asgrauwe haar van Shulamit. De aardappelschillen die Erets Israëli in deze performance gebruikt voor zijn pruik zijn zowel blond als grauw. Ze staan symbool voor het haar dat velen in de kampen is ontnomen. Behalve in de kunst heeft het gedicht ook in maatschappelijke en politieke context een plaats verworven. De versregel Der Tod ist ein Meister aus Deutschland werd in Duitsland een politieke slogan. Paul Sars heeft een speciaal lestraject over Todesvroegen ontwikkeld. Hierin wordt leerlingen van de bovenbouw HAVO-VWO gevraagd een video te maken in reactie op het gedicht. Een keuze uit deze video's vormt het eind van de tentoonstelling. Jouw gouden haar, Margarethe. Jouw assige haar, Shulamit. Hoe kunnen we dat interpreteren? Julia? Nou, ik denk dat Margarethe gewoon in Duitsland woont en gewoon helemaal veilig is en zo. En dat Shulamit misschien Joods is of iets en in een kamp heeft geleefd. Dat zou kunnen, heel goed. Zo en zo, wat jij zegt, Shulamit is een Joodse naam. En Margarethe klinkt heel erg... Duits. Ja, maar wat is voor jullie het hoogtepunt in het gedicht? De dood is een meester uit Duitsland. Want de dood, nou ja, dat is natuurlijk... Ze draaien er aan het begin een beetje omheen in het gedicht. En dan opeens heb je het woord dood, wat sowieso hard aankomt. En dan om dat een meester tot meesterlijk te benoemen... en dat van heel land, dat is wel echt iets heel groots om te doen. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens. Wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. We dig our graves with a shovel in our hands, while he yells there and just stands, telling us to sing and dance with a gun in his hand, with a gun in his hand.